Ja, we zijn gewoon tot 5:30 open. Nou, zo gewoon is dat niet. Want op het parkeerterrein van het tuincentrum in Voorschoten is het heel rustig. Alleen de oliebollenkraam is open. Wordt iedere keer gebeld. Waarom? Door klanten, of we open zijn. En open zijn ze sinds vanmorgen. Onze klanten zoeken ons gewoon op. We staan hier al zoveel jaar. Ik sta zelf al 23 jaar met mijn eigen oliebollenkraam hier. En daarvoor stond mijn moeder daar. Dus ja, we zijn echt wel een begrip in Leiden en omstreken. Lekker? Maar de omzet is wel wat minder dan andere jaren. Normaal hebben we natuurlijk de inkoop van de kerstbomen. En de kerstsale is dan eigenlijk vanaf tweede kerstdag. Dus we zijn tweede kerstdag ook niet open gegaan en de zondag daarna ook niet, want ja, de intratuin is dicht. Dus moet Antoinette het hebben van deze laatste paar dagen en dan ook nog met beperkende maatregelen door corona. Ja, we krijgen iedere keer controle. Bij ons moet ik zeggen dat wij het nog steeds heel erg goed doen. We hebben ook bordjes dat er hier niet gegeten mag worden op het terrein van intratuin, want de horecavergunning staat op het terrein van intratuin. Anders zouden de terrassen van de restaurants ook open mogen. We letten erop, op wat de klanten doen. We vragen ze ook echt vriendelijk om dat ook niet te doen. Wel in de auto te eten of buiten het hek van intratuin. En voor de extra veiligheid komt de 30ste en de 31ste een drive-thru. Iedereen kan dan gewoon de afstand bewaren. Er zijn een hoop mensen die dus geen 1,5 meter houden. Ondanks dat je ze waarschuwt. Dus vandaar dat we dit bedacht hebben. Zodat iedereen gewoon veilig is. Hele jaar op gewacht.